Bij NAC praten hier op Breda nu iedere week op donderdagavond op jouw koopavond. Dan praten wij een uur vanuit deze studio, deze fraaie nieuwe studio, over NAC. F7. Nieuwe mooie vak. Dat is het oude hapvak. Daar hebben we het over. Dat is het volgende item op ons draaiboekje. Leon, dankjewel weer. Alsjeblieft. F7, een mooi vak. Ja, ik vind dat een mooi vak. En ik ken ook mensen die daar zitten. En ik ken mensen die op F8 zitten. En die vroeger naast mij zaten op de B-side. En die vinden F7 ook mooi. Ja. Maar ja, afgelopen zaterdag liep het toch een klein beetje anders op F7. Ja, want je hebt natuurlijk altijd, we zijn er altijd een beetje op voorbereid van, als er eens een topclub komt, Ajax, Feyenoord, PSV in mindere mate, dan is de uitvak in één keer uitverkocht en dan willen jongetjes en mannetjes, die willen allemaal in één keer ook in dat stadion zitten en dan gaan ze op het thuisvak zitten. Nou is er op zich helemaal niks verkeerd mee, want ik heb het zelf ook al 100 keer gedaan. Ja. En ik heb, bij mij is het verschil, ik ben er nooit in problemen gekomen, nul momenten. En dat komt omdat ik niet provoceer, ik profileer me niet op een vak en ik heb respect voor de mensen die om me heen zitten. En er waren een drietal Ajax-fans op F7, die zaten daar en die deden juist die drie dingen deze allemaal verkeerd. Ze zaten te profileren als Ajax ziet, ze hadden geen respect voor de mensen om zich heen en ze provoceren met kom dan. En na diverse... Je moet wel maar durven met drie. Ja, maar ja, dan weet je ook waar je op afgaat, zeg maar. En die mensen zijn ook waarschijnlijk heel naïef geweest. Ja, weet ik niet. Nou, ik hoorde wel dat dat dus mensen waren die vaker de uitwedstrijden bezoeken. Oh. Dat heb ik ergens gelezen. Maar dan nog. Maar dan ben je wel, als je dat vaker doet, dan weet je op een gegeven moment, zeker buiten de combi, dan weet je van zus of zo. Ja, er is een bepaalde gedragscode. Als je tussen het thuispubliek gaat zitten, dan gedraag je je gewoon. Ja. En als je dat niet doet, ja, dan is het vragen om problemen. Deze mensen hebben zich ook niet goed voorbereid, vind ik al. Want je moet, als je dat doet, dan ga je natuurlijk wel kijken waar je gaat zitten. Dan ga je niet op F7 zitten. Dan ga je aan de overkant zitten. En dan nog. En het is helemaal geen probleem, hoor. Dat je daar zit. Ik ken heel veel mensen, ook op de eretribune. Ik heb zelfs vaak geen mensen gezien die dat met iemand aan Ajax ziet naast hun zat. Helemaal geen probleem. En er gebeurt ook helemaal niks. En je proost nog hetzelfde biertje aan. Het gek is, 2 jaar geleden kon Ajax kampioen worden hier. Hè? Ja. Het gebeurde toen niet volgens mij. Maar toen waren er nog veel meer Ajax-zieden in het stadion. Ja, en toen ging het eigenlijk niet mis. Ja, het scheelt niet zoveel, maar... Ja. Toen ging het niet mis. Waren mensen ook beter voorbereid, denk ik. Ja, vond je? Ook stewards, daar zijn ook heel veel instructies aan stewards gegeven van tevoren. Van, nou, hou ik heb toen mensen aangesproken die voor mij zaten van, luister eens, hoe zit het? Je hebt een eigen shirt onder, ik zou hem lekker onder je jas houden. Zei ik van, dan heb je geen problemen, maar als je hier, dan moet je gewoon rustig doen. Ja. Dat schoot gewoon op. Als je dat zei. Even voor alle duidelijkheid, want dat roept iedereen aan, dat is weer typisch NAC. Nee, dat gebeurt overal. Ja. Dat is overal. Als je in elk stadion dit gedrag vertoont, dan word je overal van de tribune afgeveegd. Ja, dat is gewoon zo. En inderdaad, wat ik benadruk het nog een keer. Er zijn heel veel mensen, dus heel veel Ajax-zieden die gewoon op de tribune hebben gezeten en zich niks aan hebben gedragen. Maar dat is gewoon iets wat je uitstraalt. Daar kom je echt niet in het probleem mee. Ik heb het bij andere clubs meegemaakt. Daar zit ik uiteindelijk ook. Die hebben al een hele tijd je mond. Mensen hebben na een kwartier hebben ze al helemaal door. Zijn ze van overtuigd. Ja, je bent niet voor mijzelf een club. Je heel snel. Maar je wordt gewoon. Je ruikt het, hè? Ik heb het. Je ruikt het. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb ze altijd in de gaten. Ze zien het aan het feit dat wij met 6 bieren per persoon... Dat is bij NEC toen, hè? Dat je met 6 bieren daar de tribune van de koffer op wandelt. Dat is niet overdreven, dat daar herken je de NAC-supporter. Dat doet niemand daar. Dat doen ze allemaal in de pauze. Dat doen ze bij geen enkele club, hè? Bij Twente ook niet. Nee, daar kan het volgens mij niet eens. Maar bij NEC doen ze het ook niet, terwijl ze het in de rust en daarna wel. Maar ik heb een keer bij Twente naast vak P meegemaakt... dat we daar voor de derde keer in een helft voorbij kwamen met 12 bier... En dat we echt commentaar kregen op een gegeven moment. Hallo, het is er geen kroeg, hoor. Ja. We kwamen voor de derde keer voorbij lopen. En dat vond ik niet zo leuk. Ze zijn niet gewend daar. Nee, dat zijn echt voetbaltoeristen. En wij zijn supporters. En dan is dat stadion nog wel naar een biermerk genoemd. Dat is dan ook wel wonderlijk, eigenlijk. Ja, uiteindelijk was het incident, duurde maar 1 minuut of 5. Nou ja, een paar gewonden gevallen. Ja. En uiteindelijk viel het wel mee. Het is niet allemaal zo fraai. Maar aan de andere kant, ja, het is ook wel... Je moet het niet doen. Het is gewoon de keiharde realiteit. Ik heb wat foto's gezien van die jongens naar de rand. En die zaten met een big smile en een bloedhoofd. En die waren er maar wat trots op dat ze gewond waren, een paar klappen hadden. Oh, die zit er eentje te lachen met een soort tilband om. Ik heb het in ons mooie draaiboekje, niet geschikt voor Facebook, heb ik het op de foto laten zetten, dat wij daarna kunnen kijken. En ze zijn maar wat blij dat ze, zeker die ene jongen met die tilband. Tilband vindt mooi.
dit is volgens mij zijn nieuwe Facebook-profiel. Ja. Daarover voetbal, even de voetbaltoeristen, Marcel. Daar wil ik even op ingaan. Dat zei je net ook al buiten de, in, onder de plaat. Ja. Voetbaltoeristen, niet Ajax zien, maar gewoon mensen die ooit één keer bij NAC komen. Ja, uit Breda vaak. Maar... Omdat het NAC Ajax is, wil men of naar NAC of naar Ajax gaan kijken. Daar maakt me niet zoveel uit. Maar je ziet als het mensen... Ik ruik ze altijd. Ik zie je ze, weet je, gewoon wie het zijn. Je ziet het gewoon wie het zijn. Dat zie je al voor de wedstrijd. Zie je ze al lopen. Onhandig met een kaartje in de hand. Kijkend, niet weten van. Ja, dan moeten ze dan zijn. En dan ingang 5. En dan heeft NAC die nummers ook heel onhandig opgehangen. Want die hangen heel hoog. Dus je ziet ze allemaal zoeken naar die nummers. Ik zou niet eens weten wat ik aan het vijf is. Nee, dat bedoel ik. Dus dat is, je ziet het gewoon. Oh, je hoort het ook wel. En dan komt de vraag van... Hey, waar is die meter al hier? Ja, de meter. Waar gaat die tram hier al dan? Ja. En op de tribune heb je ook mensen dan met programmaboekjes. En die gaan dan nummers, de rugnummers erbij schrijven bij die spelers en zo. Dan moet ik zeggen, dat kan ook wel. Dat was ook onze vriend, wie deed dat altijd? Die overleden is inmiddels. Van de SV, die deed dat ook altijd, hè? Ja, Kees. Die. Kees. Weet jij nog, Leon, wie bedoel? Kees van Kroeze. Kees van Kroeze. Maar dus dat zijn niet allemaal alleen maar... Die was alleen maar voor Kroeze. Nee, dat klopt. Maar Kees was een man die deed altijd alles bijhouden. Maar je herkent ze gewoon, je ziet ze gewoon. Het gedrag van die mensen, hoe dat ze al lopen rondom een stadion, dan zie je al van... Zouden ze misschien ook op de gratis stringetjes van de sponsor op af zijn gekomen? Ja, heeft onze Lisette al... Heeft ze al gereageerd op Twitter, of niet? Twitter, nee, die ook nog steeds doen trouwens. Voor ze werd overigens in de VI werd ze wel gequote. Ja. Ik zie een DM'tje, maar mag ik waarschijnlijk niet... Maar die mag natuurlijk nog steeds reageren op Twitter. Ja, kan. In de VI werd... Nu NAKPRAAT, dubbelpup. In de VI werd ze wel gequote dat ze s'avonds even wat anders te doen... dat de telefoon niet bruikbaar was. En er werd ook nog gezegd dat NAK... Dat ze zo'n pakketje ook maar aan Gudelje moesten geven om de selectie wat te stimuleren. Ja, nou, dat was onze hoogtepunten, zeg maar. Ja, nou ja. Heren. Ja, we moeten even de toekomstige shirtsponsor van NAC even... Dat wordt wel... Is dat even daar nou af een beetje? Geeft helemaal niks. Want dat wordt wel heel raar. We maken het gewoon ter plekke. Ik weet niet wie dat gerucht in de wereld heeft geholpen. Krijgen we binnenkort navelshirtjes, zeg maar. Van die topjes. Van die tanktopjes. Met allemaal, die mannen. Push op BH's voor de spelers. Ja, NAC en tijgerprint. Ze hebben wel een mooie bus nu, hè? Ja, dat is een bus, een mooie bus, hè? Hashtag stoute bus, als je daar iets mee wilt doen, dan kan dat, geloof ik. Stoute bus? Nee, dat is echt zo. Zullen we die ook doen? Hashtag stoute bus? Hashtag stoute bus, daar komt hij vanzelf aan bij de Pabo. Ik denk dat de Pabo heel blij mee is. Ja, rijm erin. Rijm erin. Hé, mannen, we moeten ook nog over de wedstrijd van zaterdag. Ja, dat gaan we dadelijk doen, hè. We gaan eerst een plaatje draaien, denk ik. Gaan we een plaatje draaien? Oh ja, we staan nog een plaatje klaar. Plaatje. Wat is dat? Plaatje. Kijk, met mijn kippen ogen. Simon Webber.